Oké, lieve mensen, we gaan van start. Welkom bij de Wat maakt jou rijk? Workshop. Ik ben Kat Conlo en ik wil je in de komende anderhalf uur meenemen naar jouw rijkdom. En ik ga de camera uitzetten, zodat ik niet de hele tijd in beeld ben, want zit ik naar mezelf te kijken. Niet handig. Dus ik kom later weer terug, maar voor nu veel plezier met deze workshop. Wat gaan we doen vandaag? Allereerst zal ik even kort vertellen wie ik ben en waarom je wil weten wat jou rijk maakt. En dan gaan we aan de slag met de 5 stappen naar jouw rijkdom. En daarbij focussen op wat geeft energie, wat is jouw geschiedenis, wat vind je belangrijk, wat is je goud en wat ga je delen. Want je kan wel goud hebben, maar je moet er ook iets mee doen. Over mij, ik ben Kat Conlo. En mijn bedrijf heet Chicarica Producties. En Chicarica, dat staat voor rijk meisje. En in Spanje moet ze dan altijd heel hard lachen als ik zeg dat ik Chicarica heet. Want dat betekent niet al te dun. Dus dat is wel grappig dat ik die naam heb gekozen zonder dat te weten. Ik noem mezelf Life and Business Story Mentor. Het is heel interessant om met mensen te kijken naar hun life stories, welke verhalen vertel je jezelf en waarom eigenlijk? En hoe kan je die verhalen gebruiken in jouw business? Waarom doe je eigenlijk wat je doet? Verder ben ik podcast host. Ik heb sinds 2014 een podcast met tussenpozen. In die podcast stel ik altijd de vraag aan mijn gasten, wat maakt jou rijk? Verder noem ik mezelf goudzoeker. Ik vind het heel interessant om met mensen op zoek te gaan naar hun goud. Dat wat hun bijzonder maakt. Ik ben blogger sinds 2005. En ik heb een blog dat heet De Rijke Meisjes. Een platform voor ondernemende mensen. Wat focust op alle dingen waar je energie van krijgt die leuk zijn. Waar je je rijk door kunt voelen. En het is niet voor vrouwen bedoeld, maar de 2 dames die het opgezet hebben, ik en mijn vriendin, wij noemen onszelf de rijke meisjes. Vandaar dat het zo heet. Nog meer over mij. Ik hou heel erg van nieuwe plekken ontdekken, nieuwe mensen ontmoeten. Ik ben extreem autonoom. Ik vind het heerlijk om mijn eigen ding te doen. Ik wil het liefst altijd mijn eigen zin hebben. Ik ben heel goed in alleen zijn. En ik ga ook alleen op reis, avonturen beleven. Dat vind ik heel fijn om te doen. Ik heb superveel ongelooflijk fijne, leuke vrienden en inspirerende mensen om me heen. Maar ik vind het ook leuk met mezelf. Verder hou ik van de voetjes in het zand lifestyle. Palmbomen, strandjes en eilandjes. Altijd al leuk gevonden. Ik hou heel erg van verhalen. Verhalen zijn de rode draad in mijn leven. Eigenlijk vanaf kind af aan al. Ik heb film- en televisiewetenschap gestudeerd met als specialisatie dramaturgie. Dat is eigenlijk, je leest scenario's en je gaat kijken hoe kunnen we daar dat vertalen naar film. Hoe kunnen we daar een film van maken of een serie. En dat is mijn specialiteit. Het is sowieso altijd heel interessant om de kern, de essentie uit de verhalen te halen. En te kijken waar het nou eigenlijk over gaat. En in mijn mentorschap of coaching vinden mensen mij altijd prettig, omdat ik niet aan sugarcoating doe. Ik zeg gewoon wat ik vind. En dat kan soms wel eens pittig zijn. Ik hou er een goede spiegel voor. Ik vind het zelf ook fijn als mensen dat bij mij doen. Ik ben heel open-minded. Ik vind het heel interessant om in andermans schoenen te staan en dus te kijken hoe het vanuit dat perspectief eruit ziet. En in die zin kan ik wel een mening vormen, maar vind ik het ook heel fijn om af en toe gewoon geen mening te hebben. Omdat het alles veel meer open houdt. Wat is rijkdom?
In mijn ogen is rijk zijn weten wat je te bieden hebt, weten wat jouw talent is, weten wat jouw goud is en weten waar je energie van krijgt en deze kennis inzetten. Wat gebeurt er als je je goud niet leeft? Als je niet doet wat jou rijk maakt? Nou, dan voel je je ongelukkig, krijg je niks uit je handen, loop je continu achter de feiten aan, je voelt je onzeker, je vergelijkt jezelf met anderen ten onrechte, je wordt klagerig, je vrienden mijden je omdat je hun energie opslurpt, je hebt nergens meer zin in, je bent al moe als je opstaat, moet ik nog doorgaan, je hebt nergens zin in, je hebt geen inspiratie, je komt geen stap verder, je bedrijf komt niet van de grond of het ligt op zijn gat, je trekt geen klanten aan, je verdient geen cent, je blijft in een cirkeltje ronddraaien, en je begint te geloven dat het nooit meer goed komt. Maar ja, als jij niet gelooft in jezelf, waarom zouden anderen dan in jou geloven? En als jij niet weet wat je te bieden hebt, jouw goud niet kent, hoe moeten je potentiële klanten dat dan weten? En überhaupt interesse in jou gaan krijgen? En als jij jezelf in een hoekje verstopt en niet zichtbaar bent, hoe kunnen die klanten het dan vinden? Kortom, tijd om het anders aan te pakken. Dus, nou, dat zegt eigenlijk al genoeg, hè? Dan weet je al waarom het essentieel is om te weten. Maar door jezelf goed te leren kennen en te weten wat je te bieden hebt, kun je het beter delen. Omdat jij duidelijker weet wat je wilt, weten anderen beter wat ze aan jou hebben. Dus je kan veel beter grens aangeven. En je kan ook veel beter keuzes maken als je kijkt naar waar krijg je energie van en wat kost je energie. En dat wil niet zeggen dat je nooit iets kan doen waar je geen energie van krijgt. Maar ja, als je de meeste nadruk legt op de dingen waar je wel energie van krijgt, wordt je leven veel makkelijker. En de keuzes ook. Je straalt daarbij ook nog meer energie uit als je focust op energie. In plaats van op gebrek eraan, daar heb ik zelf heel veel ervaring mee. In het verleden enorm veel bezig geweest met mijn gebrek aan energie. Omdat ik chronische leukemie heb, ben ik best wel moe. En dat is natuurlijk best wel pittig. Veel last van de bijwerkingen van de medicijnen. Heel veel kilo's aangekomen. En dat is allemaal heel ingewikkeld. En ik was daar eigenlijk continu mee bezig. Niet van, oh, ik ben zo zielig, want ik ben ziek. Dat heb ik eigenlijk nooit een seconde gedacht. Maar wel van, hoe kan ik nou alles wat ik in mijn hoofd heb, wat ik allemaal wil doen, hoe kan ik nou dat doen met zo weinig energie? Dus ik was daar heel gefrustreerd over. Tot ik weer moest denken aan de quote van Tony Robbins, die zegt, where focus goes, energy flows. En toen realiseerde ik me, ik heb mijn focus op het verkeerde. Ik heb mijn focus op het gebrek aan energie en niet op de energiegever. Kortom, ik heb mijn focus verlegd en dat heeft alles, maar dan ook alles, veranderd. En niet dat ik nooit meer een slechte dag heb, zeker wel. Maar ik kan nu veel beter weer switchen naar energie. En als je weet wat jouw energie geeft, kun je daar dus de focus op leggen. En je kunt jouw rijkdom, je goud, pas delen met anderen als je weet wat het is. Dat is logisch. Delen is vermenigvuldigen, dus door je rijkdom te delen wordt het ook meer. Er ontstaat een rimpeleffect. Als er maar één iemand die jouw goud tof vindt, dan gaat die dat misschien wel weer tegen iemand anders vertellen. En zo ontstaat een rimpeleffect. En door je rijkdom te delen, verrijk je ook de wereld. En alles is energie. Dus als jij positieve energie uitstraalt, komt het ook weer bij jou terug. En word jij er ook weer rijker van. Letterlijk en figuurlijk. Ja, ik weet niet of je het verhaal kent van The Hero's Journey. Ik vind het zelf een zeer inspirerend verhaal. En ik zie eigenlijk het leven als een Hero's Journey. Ik ben niet de enige. Deze theorie komt van Joseph Campbell, een psychiater, filosoof, die concludeerde dat eigenlijk alle verhalen, films, sages en legendes eenzelfde structuur hebben. En dat het altijd gaat over een held die allerlei bergen en dalen moet overwinnen en daarbij op zijn pad helpers heeft en ook vijanden heeft en dan vervolgens op zoek moet naar een antwoord. En dat vindt in de vorm van een ring, een holy grail of wat dan ook. En dan vervolgens terugkeert naar waar die vandaan komt.
om terug te geven wat hij heeft geleerd aan de mensen die dat willen weten. En eigenlijk dan een begeleider te zijn op iemand anders zijn hero's journey. En ik zie het leven zelfs nog wel wat specifieker als een game waarin je door een portal geboren wordt en in de game komt. En in principe ben je, als je geboren bent, natuurlijk nog in de default state, dan ben je nog blanco of zo blanco mogelijk. En gaandeweg wordt er allerlei gedoe op je geplakt en regels waar je aan moet voldoen en dingen waar je bang voor moet zijn en dingen waarvoor je dat je braaf moet zijn, want anders dan word je niet beloond. En als je dat doet, word je gestraft. En dat heeft heel veel invloed op je. En het is niet zo raar dat heel veel mensen moeite hebben om überhaupt bij hun goud te komen. Omdat ze gewoon geleerd hebben van, ja, dat mag helemaal niet. Je mag helemaal niet leuk vinden wat je doet. Het is eigenlijk gewoon, je moet gewoon hard werken en zweten. En dus eigenlijk wordt zo'n kind behoorlijk verpest. En dan vervolgens ga je dus op reis in je leven en moet je proberen telkens op een volgend level te komen. En every level has its devil. En je komt dus onderweg allerlei dingen tegen waar je iets mee moet. Soms kom je het meerdere keren tegen. Dat noemen we dan de rode draad. En daar komen we straks nog over te praten. Lessen die je moet leren, maar die je maar telkens niet lijkt te willen onthouden. Wat gebeurt er dan? Dan blijft de deur dicht en kan je niet naar het volgende level. Dan moet je een leveltje terug om een sleutel op te halen, om uiteindelijk toch door die deur te kunnen. En dat heb je allemaal zelf in de hand. Door jezelf persoonlijk te ontwikkelen, kan je daar natuurlijk achter komen. En uiteindelijk zijn er op jouw reis dus ook de helpers en in jouw game. En uiteindelijk ga je ook weer door de portal dit leven weer uit. En ik heb heel erg sterk het gevoel dat het doel is dat je dus jezelf ontwikkelt en dat je dat wat je leert, jouw goud, jouw inzichten, jouw kennis, jouw ervaring, dat je dat weer door mag geven aan anderen. En als jij eigenlijk de Gandalf mag zijn op iemand anders zijn hero's journey. En door je te focussen op wat je te bieden hebt, kun je veel meer geven wat dat betreft. En je hoeft dus ook niet veel levels hoger te zijn dan iemand anders. Als je één level hoger bent, kan je diegene al helpen. En de een zit ook op het ene level hoger dan de ander, bijvoorbeeld op het gebied van relaties. Terwijl dat die dan bijvoorbeeld op het gebied van financiën weer heel laag zit. En zo is het dus ook niet zo dat je alle kennis moet vergaren voordat je überhaupt iemand zou kunnen helpen. Want het is maar net welk stukje jij de focus op wil leggen. En als het gaat over wat maakt jou rijk, dan zit dat voor mij op het kruispunt tussen waar krijg je energie van, waar ben je goed in en wat zou je willen doen. Dus doen waar je blij van wordt, oftewel energie van krijgt. Doen waar je goed in bent, je goud gebruiken. Doen wat je wil doen, wat vind je belangrijk, wat wil je veranderen in de wereld en waarmee verrijk je de wereld. En als één van deze drie dingen niet werkt, of twee van deze drie dingen, dan kan je nooit impact maken. Dan kan je eigenlijk nooit succesvol zijn in het delen van je goud. Voelt het altijd stroef of leuren of wat dan ook. En dan is het dus handig om te kijken, nou, op welk vlak moet ik iets fixen. Het is een heel mooi verhaal uit het boek van, volgens mij is het De Kracht van het Nu van Eckhart Tolle. Waarin hij een zwerver ontmoet die op een kist zit. En Eckhart, of de persoon in het verhaal, ik weet niet precies hoe het ging, maar die zegt tegen de zwerver. De zwerver zegt, heb je geld voor me? En hij zegt tegen de zwerver, ja, op zich wel. Maar ik ben ook nieuwsgierig wat er in die kist zit. Waar jij op zit. En die zwerver zegt, ja, ik heb geen idee. Nou, laten we dan samen even gaan kijken. En het blijkt dus dat die kist vol met goud zit. Maar ja, die zwerver had geen idee. En zo is het bij veel mensen dat ze eigenlijk geen idee hebben dat ze op een grote kist met goud zitten. En dat ze alles voor granted nemen en misschien wel zelfs lopen te leuren. Terwijl dat ze gewoon geen idee hebben wat ze eigenlijk bij zich hebben en wat je daar allemaal mee zou kunnen. Dat is ook mijn missie in het leven. Dat ik wil mensen eigenlijk door elkaar schudden bijna. Van, joe, blijf niet op je kist met goud zitten. Maar ga delen wat jij in overvloed hebt. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Dus het moet ook niet moeilijk zijn om erover te praten. Als je er echt liefde voor hebt.
En hint, vaak is het voor jou vanzelfsprekend en voor een ander super bijzonder. Dus hoe dichter het bij jou zit, hoe meer jij je schouders ervoor ophoudt, hoe groter de kans is dat het juist jouw ding is. En als je dat gaat delen en ook gaat voelen van, hey, mensen zitten daarop te wachten, want het is wel bijzonder, dan krijg je dat ook terug in de vorm van energie of geld. En realiseer je, je kan alles leren wat je maar wil leren. Je kan 100.000 studies doen, maar in principe zit alles wat jij nodig hebt al in die toolbox. En dat is die inner wisdom en daar mag je op vertrouwen. En als je dus dat best lastig vindt, dan is het belangrijk om te kijken naar wat heb je wel en wat niet naar wat er ontbreekt. Dus wat zit er in die goudkist toolbox van jou? En wat vind je belangrijk? Ik geloof heel erg in de regel do more of what makes you happy. Als je merkt dat je ergens superveel energie van krijgt en dat je er heel blij van wordt, ga daar wel meer van doen, want dan krijg je meer energie en dat is fijn. Dan kan je altijd weer andere dingen meer mee bereiken. Dus dat is gewoon slim om te doen. En ook nog eens een keer leuk. En voor andere mensen ook fijn. Want wat ook in de toolbox zit, is vaak allerlei ellende die je hebt meegemaakt. Dat heeft je dan inzichten gegeven. Maar soms is het wel moeilijk van hoe ga ik dat nou delen? En dan is het advies, share the message, not the mess. En gooi geen bak ellende over mensen heen, maar ben een mentor of een inspirator of een motivator en geef mensen lessen mee. In plaats van gedoe. Want dan luisteren mensen ook niet naar je. En dan komt je verhaal helemaal niet over. Zoals Eckhart Tolle dat zo mooi weet te zeggen, become an alchemist. Transmute base metal into gold, suffering into consciousness, and disaster into enlightenment. Oké, we zijn beland bij de 5 stappen naar het vinden van je goud. Of dat wat jou rijk maakt. En een belangrijke vraag hier is, waar sta je? Wat doe je en waarom doe je dat eigenlijk? Waar zou je naartoe willen? Wat zijn je wensen en dromen? En wat staat er nog in de weg? Welke draken, beren, obstakels houden je tegen? En een obstakel kan ook een gedachte zijn. Hè? Een stem in je hoofd die zit te piepen over dat het niet mag. Ik zou zeggen, zet eventjes de video op pauze. En ga heel eventjes aan de slag met deze vragen. Want die zijn belangrijk. En dan ga ik vanuit dat je dat gedaan hebt en kun je nu verder met stap 1. Do more of what makes you happy. Wat ik al zei, focus op de energie. Ik heb een opdracht voor je, dus het is ook weer slim om nu even op pauze te zetten. Een vel papier te pakken of je journal en de vraag te beantwoorden. Waar word jij echt blij van? Wat geeft jouw energie? En doe het als een brain dump. Hè. Gooi het gewoon allemaal op papier. Denk er niet te veel over na. Want dan wordt het geforceerd. En neem hier even de tijd voor. Schrijf zoveel als je kan. Desnoods 6 pagina's. Je zal me dankbaar zijn. Want dit is een lijst waar je altijd op kan bouwen. En als je daarmee klaar bent, dan kun je door naar stap 2. Inventariseer je geschiedenis en ontdek de rode draad. Nou heb je rode draden in 2 soorten. Je hebt een uiterlijke rode draad en je hebt een innerlijke rode draad. En de uiterlijke rode draad, dat is een serie van gebeurtenissen in je leven of in je werk. En dat zijn eigenlijk thema's die heel veel voorkomen. Dus dat kunnen zijn valkuilen waar je vaker in stapt. De situatie dat je bijvoorbeeld heel vaak moet pionieren, dat jij altijd degene bent die het wiel moet uitvinden overal waar je komt. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld heel veel reorganisaties of ontslag hebt meegemaakt. Het kan ook zijn dat je bepaalde keuzes telkens maakt. Heel snel uit relaties stapt bijvoorbeeld. Of dat je een bepaald soort relaties hebt. Dat je altijd valt op mensen die een verslaving hebben of die
helemaal niet toegankelijk zijn. Of mensen die juist super enthousiast zijn, terwijl jij denkt, nou, ik wil het wel liever wat rustiger aandoen. Van dat soort dingetjes. De rode draad kan ook zitten in het soort werkzaamheden wat je gehad hebt. Je kan ook naar banen kijken, maar dat is vaak wat lastiger. Het is veel interessanter om te kijken naar welke eigenschappen van banen die ik gehad heb, vond ik heel leuk. Waar kwam ik heel goed tot mijn recht? Wat kwam heel vaak voor? Wat voor soort werkzaamheden heb ik heel veel gedaan? Superveel uitvoerende werkzaamheden of juist extreem veel leidinggevende werkzaamheden. En dat is ook dat zou ook een rode draad kunnen zijn. Een rode draad kan ook zijn mensen die telkens op je pad komen, een bepaald soort types. Hele spirituele mensen, terwijl jij bijvoorbeeld heel superzakelijk bent. Of precies andersom, dat je alleen maar mensen tegenkomt die helemaal gefascineerd zijn door beleggen. En dat jij eigenlijk super hekel aan geld hebt, om maar iets te noemen. Als dat nou heel vaak voorkomt, dan is dat een rode draad. Lastige situaties waar je jezelf elke keer in ziet belanden. Kunnen ook een rode draad zijn. En zo zijn er nog heel veel verschillende dingen. Maar dan heb je een beetje een idee waar je het uit kan halen. En zoals Steve Jobs dat zo mooi zegt, je kan alleen de dots achteraf connecten. Dus je kan dit alleen maar doen terugkijkend naar wat je tot dusver gedaan hebt. En dan geeft het ook inzichten. Je hebt ook een innerlijke rode draad. En dat gaat over je emoties. Hoe ga je om met de terugkerende situaties en thema's? Welke emoties spelen daarbij een rol? En welke houding neem je aan ten opzichte van de gebeurtenissen? Neem je een negatieve houding aan of een positieve? Een voorbeeldje, mijn situatie. Ik heb chronische leukemie sinds 2005. Ik heb mezelf nooit als patiënt gezien of als zielig of als ziek. Ik weet dat ik een ziekte heb, maar ik ben niet mijn ziekte. Ik zie mijn ziekte als een kracht. Ik heb juist geleerd daardoor helderdere keuzes te maken, de dag te plukken. En ik zie het ook een beetje als een zegen. Dat zal heus niet voor iedereen gelden. Er zijn ook mensen die zich slachtoffer voelen. En dat is helemaal niet een oordeel, maar dat kan natuurlijk ook gebeuren. Mensen die zeggen van, heb ik weer, als ze iets overkomt. Die heel erg de schuld van de dingen buiten zichzelf leggen. Bijvoorbeeld, dat kan een patroon zijn. En zonder daar een oordeel over te hebben, zegt het wel iets natuurlijk over hoe je naar de dingen kijkt. En bijvoorbeeld als je vaak verhuisd bent in je leven, dan zou het aan de ene kant zou het kunnen opleveren dat je super flexibel bent en dat je je overal heel snel thuis voelt. Of het kan ervoor zorgen dat je je juist nooit ergens thuis voelt en dat je eigenlijk altijd een beetje vreemde eend in de bijt voelt overal waar je komt. Het is maar hoe je het bekijkt. Maar het zegt dus wel heel veel. En je kan er heel veel informatie uit halen uit deze situaties. Indicatoren om een rode draad te vinden zijn ook deze vier vragen. Er zijn nog 100.000 meer vragen die je kan stellen, maar dit vind ik altijd wel leuke vragen. Wat deed je als kind graag? Wat gaat je moeiteloos af? Bij welke bezigheid vergeet je complete tijd? Wat is je lievelingsactiviteit? Nou, dat linkt ook een beetje aan de happy list natuurlijk. Hè. Waarschijnlijk staan daar ook wel wat dingen op die hierbij passen. En hoe wil je je voelen en wat is daarvoor nodig? Zet hem weer even op een pauze en kijk eens of je hier antwoorden op kunt vinden. En als je dat dan gedaan hebt, welcome back. Als je naar je antwoorden bekijkt van een afstandje, soms helpt het om ze in te spreken, op je telefoon bijvoorbeeld, en eens naar te luisteren. Wat valt er dan op? Wat zijn de thema's die terugkomen? Met andere woorden, zie je een rode draad? En het is niet zo dat er geen rode draad is, er is altijd een rode draad. Maar soms zie je hem zelf niet, omdat je er gewoon te dicht met je neus bovenop zit. En dan kan het helpen om bijvoorbeeld te delen met iemand anders en te vragen wat diegene ziet. Daarover gesproken, ik heb weer een leuke opdracht voor je. Namelijk, stuur een sms'je aan je man, vrouw, beste vriend, vriendin, klant, familielid, buurvrouw, iemand wiens mening je belangrijk vindt. Mag ook de groenteboer zijn, dat maakt mij niet uit. Zet daarin de volgende tekst. Ik zit op dit moment in een workshop en ik moet een snelle oefening doen. Wil je me helpen deze vraag te beantwoorden?
Voor welk advies zou je naar mij toe komen? Wat zijn 3 dingen waar ik volgens jou goed in ben? Dank je wel voor je snelle antwoorden. Ik zet erbij workshop, omdat ik graag wil dat de mensen die deze sms beantwoorden, niet te lang erover nadenken. Dat ze noemen wat het eerste wat in hun opkomt. Dus daarom zou ik deze mail op deze manier, of deze sms op deze manier formuleren. Je kan het ook mailen natuurlijk, maar het is leuk om snel iets terug te krijgen. Misschien wel tijdens deze workshop, hoe leuk zou dat zijn. Die 3 dingen hoeven niet de dingen te zijn waarvan jij wil dat mensen bij jou komen. Dus als nou blijkt dat het allemaal dingen zijn waarvan je denkt, nou, maar dat wil ik helemaal niet. Ik heb helemaal geen zin om een luisterend oor te zijn. Of ik wil helemaal niet dat mensen computerproblemen bij mij komen neerleggen. Dan is het natuurlijk heel interessant, want dan is het misschien wel een uitnodiging om je echte goud te gaan delen en te gaan kijken van wat gebeurt er bij mensen als ik helderder ga communiceren waarvoor ze eigenlijk bij mij zouden mogen komen. Dus deze opdracht kan je op 2 manieren inzetten. En stuur maar veel mensen, hoe meer mensen, hoe interessanter. Ook verschillende soorten mensen is ook leuk. Familieleden, buren en klanten zullen heel andere dingen zeggen. Dus dat is sowieso heel interessant. En ik hoop dat je mooie dingen terugkrijgt natuurlijk. Dat zou tof zijn. Gaan wij verder met stap 3. Wat vind je belangrijk? Bepaal je kernwaarden. Nou, best wel veel mensen die bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling of met hun business, die hebben hun kernwaarden al een keer bepaald. Maar je kernwaarden van 4 jaar geleden, of soms zelfs van een half jaar geleden, hoeven niet je kernwaarden van vandaag te zijn. Dat is best wel onderhevig aan je persoonlijke ontwikkeling ook. Wat jij belangrijk vindt en waar je focus op legt. Dus het is altijd interessant om toch nog weer eens te kijken. En verder is het hartstikke leuk om kernwaarden te hebben, maar zoals Tim Browson zegt, it's no good knowing your values if you don't live your values. And that's the truth. Dus het is belangrijk om er ook iets mee te doen. En daarom vind ik het belangrijk om jezelf af te vragen, waar wil jij onbekend staan? Wat betekent jouw kernwaarde voor jou? En hoe laat je terugkomen in je leven en werk? Dat is een voorbeeld van de kernwaarde. Die voorbeelden kan je dan ook weer in je social media uitingen bijvoorbeeld gebruiken. Of als je wil connecten met mensen, dat ze snappen wie jij bent. Als je een voorbeeld noemt met jouw kernwaarde erin, is voor mensen meteen helder van, oh, zo zie jij dat. Hè? Ik heb bijvoorbeeld gekozen voor het kernwoord autonomie. Omdat ik zelf het heel fijn vind om helemaal mijn eigen zin te doen. Ik dacht eerst dat mijn kernwaarde vrijheid was. Maar vrijheid vind ik veel te algemeen. En autonomie vind ik veel specifieker. En daarom heb ik dat woord gekozen. Maar voor mij staat het in principe voor de ultieme vrijheid. Maar dan moet ik wel uitleggen natuurlijk. Want anders snappen mensen niet dat ik dat zo zie. Want iemand anders ziet autonomie misschien wel als egoïsme. Dat zou ook nog kunnen. Dit zijn de sheets met kernwaarden die ik heb opgeschreven. Er zijn er nog 100.000 meer, maar dit zijn er een aantal die veel voorkomen en die volgens mij wel interessant kunnen zijn. En dan is het de uitnodiging om 3 tot 5 kernwaarden hieruit te kiezen. Kies wat bij jou resoneert, maar denk ook heel goed na over, is het nou geluk of is het nou liefde of is het nou rijkdom? Wat is nou mijn woord en waarom is het het woord? Gaat het over leiderschap of over leraarschap? Gaat het over je leven in eigen hand nemen, dus veel meer over verantwoordelijkheid of lijden? Dus woorden kunnen vele betekenissen hebben en het is best wel goed om te weten wat het voor jou betekent. Dus je kan even scrollen tussen deze 2 sheets en kijken wat voor jou belangrijke woorden zijn. En probeer daar ook een beetje een open mind in te hebben. Weet je wel, ja, heel veel ondernemers willen graag vrijheid als kernwaarde. Terwijl dat het, als iedereen het wil, het helemaal niet zoveel zegt. Dus in combinatie met andere woorden kan het een veel belangrijkere en mooiere lading krijgen.
De opdracht natuurlijk die eraan vastzit is, wat is je eerste kernwaarde, wat is je tweede en wat is je derde? En het is altijd interessant, en jij mag er ook 5 nemen, maar het is goed om er in ieder geval een paar te hebben waar je het meest over gaat hebben. En het is altijd leuk om er één te kiezen die anders dan anders is, die verrassend is. Dat vinden mensen altijd wel leuk om te onthouden. Zo heb ik dus bijvoorbeeld autonomie en rijkdom. En dan denken mensen, rijkdom is een geldwolf. Nee, dus dat moet ik altijd wel een beetje uitleggen. Maar dat maakt wel dat mensen nieuwsgierig zijn en dat is leuk. En ze onthouden je daar beter op als dat je een standaard woord kiest, wat iedereen kiest. Als je die opdracht gedaan hebt, dan gaan we verder met de volgende stap. Weten wat jouw goud is. Want je kan het allemaal wel moeten gaan delen en zo. Maar ja, als je niet weet wat het is, dan is dat lastig. Nou, ik zie jouw goud als alles wat je in je leven hebt verzameld. Dus in je toolbox. Je kennis, je ervaringen, je vaardigheden, je levenslessen, je inzichten. Alles. En ik zou je willen uitnodigen om die kennis te delen alsof het cadeautjes zijn. Dus sprenkel jouw goud over de wereld. Of zie het als een schame tapas die je uitdeelt, waar mensen smaakjes van kunnen pakken. De een wil vegetarisch, de ander wil vis, de ander wil groente. Jij deelt het met de beste intentie uit, vanuit overvloed. En iemand anders kan het wel of niet van je aannemen. And it's all good. Want degene die het van je willen hebben, die bij jou komen, dat zijn degene die ook bij jou moeten komen, waar je ook iets aan hebt. En wat kan je dan zoal delen? Nou, je kan bijvoorbeeld een verhaal delen over iets ingrijpends wat je hebt meegemaakt. Een turning point in je leven, of een pivot point zoals ze dat ook wel noemen. Wat is het meest ingrijpende wat je hebt meegemaakt, positief of negatief? Je hoort het heel veel in de Amerikaanse verhalen van ja, en toen lag ik in de goot. Nou, en toen deed ik dit en dit en toen was ik in één keer biljardair. In Nederland zijn we daar niet zo gevoelig voor, maar het is natuurlijk wel vaak een key moment in je leven die zorgt voor een transformatie. En als mensen bij je willen aanhaken, als ze willen snappen van wat is het nou wat jou bijzonder maakt, waarom doe je eigenlijk wat je doet, dan zijn dat soort verhalen altijd heel bijzonder en mooi om te horen. Kan bijvoorbeeld een ziekte zijn, burn-out, ontslag, overlijden van iemand in je omgeving, overkomen van een verslaving. Maar het kan ook zijn een hele mooie reis of een bijzondere ontmoeting, als je het in een positieve zin benadert. Wat kan je allemaal delen? Nou, bijvoorbeeld de reden dat jij je business gestart bent of wil starten. Omdat je mensen wil helpen met wat jij hebt geleerd of meegemaakt. Omdat je bepaalde kennis hebt die niet iedereen heeft. Dat je een bepaalde unieke methode hebt ontwikkeld. Waar heb jij superveel verstand van? Bijvoorbeeld een bepaalde sport, een bepaald vakgebied. Je bent ervaringsdeskundige, je hebt ergens een studie van gemaakt. Je bent ergens helemaal bezeten van. In mijn Wat maakt jou rijk mastermind gaan we hier veel dieper op in. Ook de verschillende rollen die je kan innemen als je dingen gaat delen. En ik heb weer een opdracht voor je. Wat is jouw superpower? Waar weet jij superveel vanaf? Wat kan je heel goed? En wat doe jij anders dan anderen? Waar gooi jij jouw eigen sausje overheen? Zet hem hier even stil om deze opdracht te doen. Dan kan je lekker even daar de tijd voor nemen. Het is ook goed met dit soort opdrachten om niet te lang erover na te denken. En echt ook het een beetje vanuit intuïtie in te vullen. Want dat zijn vaak de beste antwoorden. Want zoals ik al zei, het goud is veel vanzelfsprekender en veel dichterbij dan je denkt. Vaak zit je er echt met je neus bovenop en daarom zie je het niet. Dus je moet niet te hard hoeven graven. En dan komt de volgende stap natuurlijk. Wat moet je er dan mee? Als je weet wat het is. Nou, ik geloof dat je het moet uitdelen. En hoe kan je dat doen? Door te gieten in een product of een dienst. En het vervolgens te communiceren natuurlijk. En de beste manier om
mensen met jouw goud kennis te laten maken en mensen met jou te laten connecten in het algemeen, is door het delen van verhalen. Want daardoor gaan mensen zich in jou kunnen herkennen en inleven. En dan is het heel interessant en mooi om te weten, wat zijn nou die verhalen? Nou, ik noemde net al een keerpunt in je leven. Nou, dat is een van de meest nuttige verhalen die je kan hebben. En dat noemen ze ook wel een signature story. Bekende business coaches hebben zo'n verhaal. Tony Robbins, Oprah Winfrey. Je weet allemaal wat hun motivatie is, waarom ze doen wat ze doen, omdat ze iets heftigs hebben meegemaakt in hun leven. Dus de opdracht is, wat zijn jouw gouden momenten, wat zijn je gouden verhalen? En als je deze opdracht af hebt, dan gaan we verder met één tip van mij. Als je je verhaal wilt delen, hoe kan je dat dan aanpakken? Hoe zorg je dat je van waarde bent voor de ander? En hoe zorg je dat je verhaal helder overkomt? Allereerst beantwoord je de vraag what. Wat is je verhaal? Vertel je anekdote. Vervolgens beantwoord je de vraag, so what? Waarom is het verhaal interessant voor je lezers of kijkers? Wat kunnen ze ermee? Waarom vertel je het eigenlijk? Wat wil je eigenlijk overbrengen? Wat is de boodschap? En now what? Wat wil je dat mensen gaan doen na het lezen of zien van je video, of het lezen van je blog of van je post, het lezen van je verhaal op je website? Wat wil je dat ze gaan doen? Wil je dat ze een vraag beantwoorden? Wil je dat ze reageren? Wil je dat ze je gaan bellen? Wat wil je dat ze gaan doen? Of iets bij je gaan kopen? Geef het aan. Want mensen kunnen het niet ruiken. Dus je moet het aangeven. Je moet gewoon vragen wat je wil. Dus so what? Now what? En nou ja, als je dat gaat doen, dan heb je soms nog wel eens de kans dat je beren tegenkomt op je weg. Hebben we het in het begin al heel even over gehad. Bij de vraag van wat staat jou in de weg om überhaupt je goud te gaan delen. Wat staat je in de weg op weg naar jouw droom? Is het een beer? Is het een ravijn? Wat is het precies? Nou, ik heb er een gezellige grizzly bij gezet. En ik heb een aantal angsten die veel voorkomen. Dus onder andere FOPO, de fear of other people's opinion. Op het moment dat jij je goud gaat delen, dan zal je merken dat mensen daar iets van vinden. Dat is oké, want jij vindt ook dingen van mensen. Het kan niet zijn dat jij 100% meningloos bent. Dat jij nooit, maar dan ook nooit, een gedachte in je hoofd hebt, hoort opkomen van als je iemand ziet. Dus waarom zouden ze dat dan bij jou niet mogen hebben? Gun mensen gewoon hun mening. En eigenlijk is het niet aan jou om te bepalen wat andere mensen vinden. Dat moeten ze lekker zelf doen. Het enige wat jij doet is met de beste intenties iets delen. Nou, als jij weet dat jouw geweten daarin zuiver is, dan is het oké. En het komt bij de mensen voor wie het is, komt het aan. Hoe beter jij het laat zien, hoe duidelijker jij bent, mooiere energie erop zit, hoe beter dat lukt. Wat ook vaak in de weg zit, dat zijn oude verhalen en overtuigingen. Wie ben ik nou eigenlijk? Wie zit er op mij te wachten? Je kan het ook omdraaien. Wie niet? Als alle andere mensen dat wel mogen, waarom zou je het dan niet mogen? Als iedereen mag doen wat hij het liefst wil en een poging mag wagen om succesvol te worden met dat wat hij het liefst doet. Waarom zou jij dat dan niet mogen? Dus, just do it. Ook sommige mensen zijn onzeker over de kwaliteit van hun goud. Ze denken dat hun verhaal saai is of dat ze niks te bieden hebben. En omdat jouw eigen verhaal is van jou,
Dat ken je al. Dus ja, logisch dat het voor jou saai is. Ja, je hoort het elke dag. En dat geldt ook voor je goud. Dat, ja, dat heb je altijd al bij je. Dus ja, boeien. Dus ja, het is eigenlijk niet aan jou om te bepalen of het saai is. Jij mag het gewoon gaan delen en iemand anders bepaalt wel of je het wel of niet lekker vindt om te eten. Dat is eigenlijk de uitdaging. En wat je ook vaak hoort is dat mensen zeggen van ik hou niet van verkopen. Ik heb geen zin om te lopen leuren. Ik wil wel iets doen wat ik leuk vind, maar ik heb geen zin om het te verkopen. Wat helpt is te denken, hoe kan mijn goud ook voor een ander van waarde zijn? Hoe kan mijn goud ook voor een ander goud zijn? Hoe bied ik waarde? Welke les zit er in het verhaal? Dus share the message, not the mess. En als het gaat over de what, so what, now what, is het de so what. Goed nadenken over de so what. Hoe kan ik een ander ermee helpen? What's in it for them? Als je dat helder hebt, dan wordt het ook veel makkelijker communiceren en ook veel makkelijker verkopen. Dus, ja. Wat zijn die beren? Je hebt ze als het goed is in het begin ook al genoemd. Dus het is interessant om nu eens even te kijken van die beren er eens even weer bij te pakken. En te kijken van nou, ik ben nog niet mijn goud aan het delen omdat. Nou, welke reden zijn dat? En, ik wil me ook even positief insteken. Ik ga mijn goud wel delen, want mensen zitten erop te wachten. De wereld kan wel een beetje mooier worden. Als ik het niet doe, wie gaat het dan doen? Hè? Dat soort dingen. Dus zet hem ook weer even stil en denk hier eens even heel goed over na, want dit is super belangrijk. En ja, mocht je vragen hebben, dan geef ik je zo eventjes mijn gegevens. Dan kun je me nog eventjes een berichtje sturen. En ik wil je nog even attenderen op de mastermind. De Wat Maakt Jou Rijk mastermind. Die van start gaat en waar je eigenlijk op elk moment kan instromen. Een aantal hele mooie ondernemers zitten daarin met een mooie ambitie en missie. We supporten elkaar. Het is vrijblijvend en tegelijkertijd heel erg waardevol. En ja, als je er meer over wil weten, kijk dan even op www.katkolno.com. Wat maakt jou rijk? Mastermind. Of stuur een berichtje naar mail kat@katkolno.com. Check mijn Instagram, mijn Clubhouse. Ga me volgen als je dat leuk vindt. Je kunt ook eventjes lid worden van de Facebookgroep. De Share Your Gold Facebookgroep, waar je uitgenodigd wordt om veel van je goud te gaan delen met de groep. En ook te oefenen in van wat is het dan en hoe resoneert het bij andere mensen. En vooral verder, ga alsjeblieft doen waar je blij van wordt. Ik gun het je zo. Mocht je meer informatie willen, mocht je met me willen werken op een of andere manier, wil je in mijn 3 maanden coaching traject elke 2 weken een sessie met me hebben. Neem even contact met me op. Ik hoop je snel te ontmoeten en ik hoop je sowieso te zien shinen online en natuurlijk ook in de real world. Dankjewel voor het kijken en luisteren en tot de volgende keer.